Een studie zelf betalen is vaak heel zwaar voor studenten en ouders. In aanmerking komen voor een beurs is daarom altijd een pluspunt. De Technological University of the Americas, TUA, stelt 5 studenten in de gelegenheid om met een full scholarship een volledige en volwaardige studie te doen. De beurzen zijn gisteren aan de gelukkigen uitgereikt. TUA stimuleert personen om gebruik te maken van de kans op het volgen van haar academische onderwijs en onderzoeksprogramma's. Bert Schreuders, president van de Technological University of Americas, vertelt wat TUA onderscheidt van andere HBO-opleidingen en de Universiteit van Suriname. Ten eerste, als we het op het universitair niveau vergelijken, zijn wij voor de werkende Surinamer. Dus wat wij hier laten instromen zijn mensen met levenservaring en werkervaring. Betekent ook dat we daar credits voor geven. Mensen die dus al een bepaalde ervaring hebben. Dat stellen we gelijk aan opleidingen in het verleden of diploma's in het verleden. Dus wij kijken heel goed naar de kandidaat. En de tweede is dat wij een blended opleider zijn. Betekent dat alles online staat. Je kunt 7x24 uur per dag studeren. Waar ook ter wereld. Hè. Dus als je op vakantie gaat en je zegt, ja, ik wil toch blijven studeren. Kun je gewoon blijven studeren. Sterker nog, de docent is zelfs altijd bereikbaar. Ook online. Dus dat is eigenlijk het grote verschil met alle andere opleiders in dit land. Want dat is vrijwel nog heel traditioneel georganiseerd. Dat zijn vaak klassen waar je op tijd moet komen. En als je niet op tijd komt, dan mag je of vertrekken of een laadbriefje halen. Dat ken ik allemaal niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Deze scholarships zijn verkregen na het inzenden van een goed gemotiveerde ambitiebrief. Caroline Bijlhout, student Master Public Administration, geeft aan wat het voor haar betekent om een volledig betaalde opleiding te kunnen volgen. Wel, ik voel me waanzinnig gelukkig dat ik een van de 5 geselecteerden ben die kwalitatieve onderwijs mag genieten aan deze universiteit. En ik ga er helemaal voor om deze studie succesvol af te ronden. Welke studie gaat u precies afronden? MBA, Master of Business Administration, met als specialisatie entrepreneurship. Caroline Bijlhout, student Master in Public Administration. Bij een full scholarship wordt de totale studie betaald voor de student. De 5 beurzen zijn toegekend voor de volgende studies. Master Educational Leadership, Master Business Administration in Entrepreneurship, Bachelor in Psychology, Combined MBA, MPA en Master in Public Administration.